Hoi. Hoi. In deze serie gaan we op zoek naar wat we moeten doen met al het ingezamelde bont. Vandaag gaan we op bezoek bij Nino Wilkes, een vlogger en ex-bontdrager. En vragen hem, bont, wat moet je ermee? Nou Nino, we zitten hier op jouw dakterras. En ik heb gezien dat jij gestopt bent met het dragen van bont een paar jaar geleden. Waarom ben je hiermee gestopt? Ik vond het eigenlijk een soort slechte karma. Ik zat naar al die mensen te kijken die iets droegen wat eigenlijk niet nodig was. Want gezien de temperatuur in Nederland is een kraag niet nodig. Ik bedoel, het is niet zo koud als op de Noordpool bijvoorbeeld. Dus ik dacht, waarom zou ik een dier om mijn nek hebben terwijl het eigenlijk niet eens nodig is? Nou, je bent dus een echte dierenvriend, maar je hebt wel bont gedragen. Hoe zit dat? Ja, het is eigenlijk best wel dubbel. Hè? Ik denk dat het komt omdat het ver van mijn bed was, of is, was. Ik zeg is, maar het is was. Dat heb je ook vaak met mensen die kip kopen in supermarkten. Denk je er niet echt bij na dat het daadwerkelijk om een levend wezen gaat, maar ook dat is hartstikke slecht. Ja. En ik denk dat dat de reden is dat ik dat heb gedragen die tijd. Wat was voor jou doorslaggevend of weet je dat nog? Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat mijn moeder me wel echt heeft overgehaald. Ik heb natuurlijk heel veel filmpjes gezien op internet, tegenwoordig op Facebook. En dacht ik, nee, dit is gewoon niet goed. En zo heb ik uiteindelijk zelf de beslissing genomen om te stoppen met bont dragen. Ja, dus op een gegeven moment dacht je, ik haal alle bontkragen van mijn jassen af? Of had je nog meer bont? Ik heb toen alle bontkragen van de jassen afgehaald. Ik heb bijvoorbeeld een Canada Goose jas. En die heb ik toen afgehaald bij een kleermaker. Ik heb de jas wel gehouden, want ik dacht, ja, ik ga niet die jas weggooien. En de bontkraag heb ik heel ver in de kast gestopt. Ja, nou in deze kast ligt dus al het bont. Ja. Is je muffig? Heel muffig, heel veel stof gaat er ook in zitten. Is dat normaal dat daar stof in zit? Als je het bewaart in een kast, ja eigenlijk altijd als je het bewaart is het gewoon vies. Het trekt gewoon super veel ongedierte aan. Nou, dan hoop ik dat jullie dit heel snel voor me meenemen. Dat doen we, absoluut. Dank. Nou, en dan rest ons de grote vraag, bont, wat moet je ermee? Heb jij hier een goed antwoord op? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het sowieso belangrijk is om de jongere doelgroep te bereiken. En dat kan je doen door middel van YouTubers, want die zijn op dit moment gewoon heel groot. En daarnaast zou ik het voorlichting op scholen, maar dat doen jullie al, toch? Ja, dat doen we wel, ja. Absoluut. Nou, toen ik dit zag liggen, dacht ik zo aan mijn kat. Nou, dit is dus mijn kat. Hij heet Shumi. Niet zoemelen met Shumi. En toen heb ik zitten nadenken van op wat voor manier kan ik het misschien teruggeven aan de natuur. En toen ben ik achtergekomen dat vogels dus dierenhaar gebruiken voor hun nest. En toen dacht ik, dat is best wel een slim idee om het terug te geven aan de natuur. Dat het ook nog nut heeft gehad op de vreselijke manier waarop dit dier is geslacht. Ja, om zo nog dan toch iets goeds ermee te doen. Hey Nino, super bedankt dat we jou mochten interviewen bij jou thuis. Hoe meer ideeën we verzamelen om de bonte wereld uit te krijgen, hoe beter. En denk jij nou dat jij een goed idee hebt? Laat het dan weten in de comments. En wie weet wordt jouw plan uitgevoerd. Tot de volgende keer bij Bont. Wat moet je ermee?